Ik ben er. Waar gaan we het over hebben? Vandaag hebben we het over KPI's. Oké, sorry hiervoor. Wat hoop jij er vandaag uit te halen eigenlijk? Vooral het verhaal achter de KPI's. Hè? Waarom doen ze het en welke KPI's zet je op welk moment in? Dat lijkt mij echt belangrijk om te horen voor al deze mooie bedrijven. Ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel KPI's waar je kan sturen. Maar inderdaad, wat doe je ermee? Hè? Op basis van KPI's heb je ingegrepen en dat heeft meer succes opgeleverd. Ja. Daar de verhalen achter, daar ben ik benieuwd naar vandaag. Ja. Volgens mij hebben we hier een mooie inspiratie met deze KPI's. Zeker. Een schitterend dashboard, 10 schermen waar alle KPI's op staan van Lindengas. Heel gaaf. Heel goed. Nee, het wordt weer een goede sessie. Hey Marco, geweldig dat we hier zijn. Vertel eens, welk percentage gaat van jullie business en digitaal online? Op dit moment 24%. Is dat de markt gemiddeld? Is dat veel? Is het weinig? Dat is redelijk veel. De markt gemiddeld is ongeveer 15%. Okay. We zitten daar ruim boven. Okay. Dus hoe meten jullie succes? Wat voor KPI's hebben jullie? We hebben dashboards, uiteraard. We hebben KPI's met name op omzet. Maar we hebben ook wat wij dan noemen het administratieve of self-service deel. Ja. Wat onze back-office met name ontlast. Dus daar meten wij met name op. Ja. En waar kijkt de management naar? Wat vinden zij het belangrijkste? Uiteindelijk de euro's in de pocket natuurlijk. Dus de omzet is uiteindelijk voor management leidend. Dus 24% is de omzet nu. We doen het inderdaad niet slecht, laat ik het zo zeggen. Nee, ja. En je ziet ook dat met alle kanalen samen, waar we bestellingen binnenkrijgen, dat daar met name online nog harder groeit. Sjoerd, welkom hier. Okay. Binnen de Technische Unie ben jij verantwoordelijk voor de totale e-commerce omzet. En hoe belangrijk is het digitale kanaal voor jullie? Ja, je ziet het binnen B2B en zeker binnen de Technische Unie dat het e-commerce platform een hele belangrijke rol in de totale keten speelt. En vandaag hebben we het met de expertgroep over KPI's. Ja, is dat een relevant topic voor jou? Ja, binnen de Technische Unie natuurlijk een superbelangrijk onderwerp. Natuurlijk vooral enerzijds om gewoon sturing op je proces te krijgen, maar anderzijds ook heel erg belangrijk om niet alleen naar omzet en naar revenue te kijken, maar ook te kijken van hoe kunnen we nog meer efficiënt met onze klanten behalen, door onze klanten nog slimmer te laten bestellen. We meten echt, het gaat natuurlijk enerzijds om dat je met e-commerce nieuwe klanten aan je wil binden, natuurlijk een hele belangrijke KPI, maar waar we ons ook heel erg op aan het focussen zijn is van hoe kunnen we klanten die eigen klant zijn, die langzaam eigenlijk een beetje weg lijken te appen. Hoe kunnen we die weer fan maken van de Technische Unie? En daar zitten we bovenop. Dus... Heb jij nog een voorbeeld van het analyseren van KPI's wat jou heeft gebracht tot het verbeteren van het e-commerce resultaat? We zijn steeds meer aan het kijken naar hoe kunnen we slimmere productrelaties aanbrengen tussen onze producten. Stel ik ga een CV-ketel installeren, wat voor product heb ik daarvoor nodig? En natuurlijk kun je daar big data voor gebruiken om op basis van klantgedrag dingen bij elkaar te brengen. Maar we zien toch dat de menselijke factor, gewoon de expert, gewoon onderdeel maakt van het e-commerce ecosysteem. En die laten meedenken over, als ik dit ga installeren, welke producten heb ik nodig? Ja, dat is gewoon super belangrijk. En daar zien we mooie ontwikkelingen.